Zo jongens, welkom bij weer een nieuwe aflevering van DW Fish Team. Ik ben vrij gehad. Het is nu 8:00 en ik heb snel mijn eerste hengeltje ingegooid. Tijgernootje met een groen pop-up maasje, altijd goed. En je ziet, het is echt heerlijk weer. Heerlijk avondje. Lekker weer, morgen weer lekker weer. Dus het is fuck voor de paai. Ik verwacht dat de vis massaal deze gaten, deze paaiplekken intrekt. En dan ja, ik hoop dat het helemaal los gaat. En dan zien we zo wat ik nog meer ga doen. Nou, het fietscar is kapot. Dus ik heb deze sorry ook allemaal nog mee moeten nemen. De fietscar die plocht dus wat om. Maar gelukkig ben ik aangekomen. Nou, zoals ik al zei, de eerste hengel vis ik met tijgernootjes. En de tweede hengel ga ik met tevenwol vissen. Strawberry Rus. Altijd goed in het voorjaar. Mooi keurtje. Lekker zachte structuur. Ruikt goed. Smaakt ook goed. Oh, komen de idioten weer aan. Dus daar gaan we voor. Altijd die peuris wielrenners. Denken dat ze de baas zijn op de weg. Nou, het is een best zachte bodem hier. Dus sinds 2 jaar ga ik weer eens een wartelroodsysteem gebruiken. Geen ingang in, maar 70 gram wartel. Gekookt onderlijnen materiaal, stukje putty. Feng X maatje 4 en dus de Strawberry Crush. De nieuwe boogie van Nash. Heerlijk dingetje hoor. Zo jongens, mijn beide hengeltjes liggen in. Ik heb hier de andere in dit gat gesmeten. Strawberry Crush. En ja, zoals je achter me ziet, het is al bijna donker aan het worden. En het is nog een beste zooi. Dus ik ga flink opruimen nu. Yo maat, waar kom jij nou vandaan? En wat ben je aan het doen? Ja, ik kom uit de training. En ik ga nog hier. We zijn in mijn car aan het verbouwen. Was wel tijd. Ja. Ik wil nu nog hier, maar ik heb geen car. Hij is, ja, het is een halve car dit. Ah, zo. Ziet er goed uit. Op zich? Ah, het ziet, ik had het niet verwacht. Heb je geen tas mee? Ja, nee, die heb ik wel. Die ook op de heenreis al mee. En je terug daar gegooid al? Ja. Goed. Ja. Nou, ik hoor je wel. Hey, ik ga even mijn gang hopelijk. En ciao. Ik zie je. Later. Zo jongens, het is inmiddels 10:30. Je ziet het, het is... Ja, het is donker buiten. En ja, ik ben flink moe. Ik ga wel even aan school werken. Geen zin in. En dan ga ik snel slapen. Lange dag gehad. En hopelijk zie ik vannacht en anders morgen. Ja jongens, gaat op de stek. Je ziet het. Zo, zo heb je niks. En zo heb je opeens 2 vis in 1 uur. Ik zit nog even in hetzelfde schepnet. Dus ik ga er eentje hier zo in de barzak doen. En dan over een halfje komt chitten. Die is een stekje verderop zit hij. Komt hij even tostipannetje halen. Kan hij een tostietje eten. Meteen een paar foto's maken, filmpjes schieten. En dan mogen ze weer gaan. Dus even kort zakken. En ja, helemaal top. 2 vissen, Strawberry Crus. Bij dezelfde stek. Ja, ik zit twijfel om de andere hengel er ook op te leggen. Maar ik weet nog niet zeker. Dus we gaan het zien. Ja, gisteren heb ik gevoerd. Deze stek. Maar er zat dus precies een mannetje. Kan gebeuren. Ja, het is ook natuurlijk te verwachten op plekken waar je filmpjes maakt. Nadeel van YouTube. Maar goed, toch 2 vis gevangen. Daar ben ik zeker blij mee. Ik ben benieuwd of hij nog wat had. Ik ga er niet vanuit. Zo jongens, zo. De tering, dat had ik niet verwacht. Die dikke die is echt een stuk zwaarder dan je net uitzag. Ik heb een flinke pens. Fuck voor de paai. Dus juist moment gevangen. Maar ja, bewaar hem niet te lang natuurlijk zo'n vis. Die moet natuurlijk ook gaan paaien. Maar nu over een half uurtje komt shit. Dus ik heb even een half uurtje in de zak. Dat moet te doen zijn. Maar neem toch dat hij naar de 12 kilo schiet. Het is echt... echt een flink beest. Helemaal top. Super. Zo. Hey jongens, mooie visie. 4:30 vanochtend ging die. Ja, dat is echt niet normaal dit. Zijn rib is helemaal afgescheurd. Niet verantwoord gevist. Echt zonde. Verder een hele mooie vis. Ik denk afgepaaid. Maar we gaan.
vaart gebruikt. Kort op het en het is dat uitrazen in het water. Zodat hij wel op de man een beetje voor zit. En voor jezelf. Hij is wel dik, ja. Bizar. Zo, hij is bizar dik. Echt heel dik. Met... 9 kilo. 9? Ja. Voor een mooie vis. Lekker. Ja, ja. Ja, je top liep strak. Ja. Oh nee. Hé? Ik voel hem wel schieten. Echt? Ik voel wel wat. Sowieso witvis. Ah jongens, het kan gebeuren. Het is ook wel een giebeltje. Dus dat is de montage waar ik ze allemaal mee heb gevangen. Staan bij de krus. 17 centimeter onderlijntje. Een stukje poetie. En een enkele boy. Kind kan de was doen. Vissen hoeft niet moeilijk te zijn. Zo jongens, dit is toch niet normaal? Het is gewoon een spiegelkarper. Maar dan in het lijf van een schubkarp. Nou ja, even zonder gekheid. Echt perfecte timing. Hij zit helemaal vol met kuit. Bomvol. Echt inderdaad net een spiegelkarp. Ja, ik ben hier zo blij mee. Je zou denken meer, maar hij weegt 9 kilo. Ja, normaal weegt het beestje 5, 6 kilo. Dus hij zit helemaal vol. Ja, prachtig. In het ochtendzonnetje. Strawberry crush. Helemaal top. Hij mag weer gaan. Hé, fuck mooi vis. Hij is wel lekker dik. Wat een buffel, jongen. Ah! Nou jongens, het was mooi dat Chitten wilde eigenlijk ook hier gaan vissen. Maar ja, zaten de andere mensen op de stek. Dus die zitten een paar honderd meter verderop. Ik had dus die twee vissen net. Ik kon die even filmen. Topje. Maar ja, hij heeft het... Rich Monkey pannetje meegenomen en het kookstel. En ik heb hier nog een tosti. Ik moet wachten tot hij terug is, tot hij naar school gaat. Het zal een uur of 11 zijn. En dan kan ik pas weer eten. Ik sterf nu alweer van honger. Ik ga vandaag niet naar school. Ik ga, ik heb 1 uurtje rest, dus dat skip ik wel. Dan ga ik hier lekker aan de waterkant werken. Ik heb mijn laptop hier mee. Dus nu ja, perfecte tijdje zag dan die vis. Die vis zit helemaal vol. Dus als ik nog 1 weet te vangen, misschien is het nog een dikkere vis. Ja, dat wil je. Dat zijn de momenten waar je als visser gelukkig van wordt. Nou, vandaag wordt het ook echt een hele mooie dag. Dus misschien gaat het vandaag zelfs een paaien. Anders morgen. Dus ja, we gaan het zien. We zitten er vlak voor. De timing is picobello. Ja hoor jongens. Hangen. Ja hoor jongens, dit is toch mooi. Kijk, een mooi karpetje daar. Ik ga even aftrekken. Kijk eens. Ik ga hem toppen niet stoppen. Ik ga hem even scheppen. Ja jongens, zoals jullie zagen, toch wel even een visje erbij. Dit is de kleinste die ik hier ooit heb gevangen. Maar hij deed lekker zijn best. Hij vocht lekker. Mooi schuppie. Ik denk een jaar of 2 oud. Het is hier dat paaiengebied natuurlijk. Dus die vis die hier geboren is, komt ook snel terug. Hij is toch leuk. Mooi beestje zo toch? Ik ben er blij mee. Toch derde vis. Goed voor het vertrouwen. En en mogen we gaan. Waar ik die twee giebels en die karpje heb gevangen is met deze mix. Particle mix. Boekwijd, duivenvoer en tijgernoten. En dan vist ik met een tijgernoot en een groene fake maasje erop. Dus ja, dat, je ziet het, bracht wel de kleinere vis op. Maar toch lekker veel activiteit. Helemaal super. Ja hoor, het bakje is gezet. Ik ben bezig met mijn tweede pantosti. En ondertussen onderijs aan het maken. Gewoon efficiënt. Onderuit. Jongens, jongens, jongens. Ik ben het aan giebels. Oh, nou, lekker.
pantosten, jongens. Dat is toch genieten. Ja, terwijl ik rustig aan het opruimen ben, je ziet het in de schep net is al opgerend, hoor ik opeens mijn schip afgaan. Piepen zat er in de tas, maar weer een giebel, de vierde. Niet normaal. Nou, ik weet als ik ga giebel vissen waar ik mee moet vissen. Tijgenoten dus. Maar ja, wat mooi. Dus kan ik gewoon even aan in het water onthaken. En dan moet ik gewoon helemaal meteen op de kant. Ja, bij deze zou ik zeggen, dit was de video weer. Bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Het gaat heerlijk met de abonnees. 15.000 inmiddels ruim gepasseerd. Zijn we hartstikke blij mee. Dankjewel. En ja, we zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Dinsdag 3:30. Stay tuned. Later.